voorrecht. Want oma is vandaag 102 jaar oud. Ik ging van oma van de kerk af. Oma is een baie christelijke mens. Het zei, maar altijd voor ons moet ingepraat. Ik was daar toen in die sonnaskool. En daar had ik van oma leer ken. En oma het voor ons altijd gezien. Mijn kinders bly in die hand van die Here. Dan zal niks fout gaan in jou leven nie. Maar nou vandaag kom ons op oma's 102ste verjaarsdag te vier. En ons kan sien, oma's nog op haar kop. As maar nou net, sy kan nou nie meer so, die kracht is nou nie meer vandag daar nie. En ek ken al oma's kinders op. En oma's kinders het oma so mooi groot gemaakt. Want die kan nie een voorbij stapje, die moet staan in gesels. Maar oma's een wonderlijke vrou. Ek van oma, dit is hoe ek van oma ken.